Jongens, we zitten hier bij een soort van diereningang. Je ziet het heel duidelijk dat hij hier gelopen heeft. En dan gaat hij daar de rietvelden in. En ik hoorde net een soort van gekwak hierachter. Dus het kan zijn dat hij zich hier ergens tussen bevindt. En als je heel goed kijkt, ja, dat beest dat kan echt overal zitten. Want dit zijn mega rietvelden. En je ziet het daarachter. Daar begint de grote waterplas. Dus dat is op zich ook wel gaaf. Dit is echt mooi, jongens. Kijk eens even. Wow. Hoe dat hier staat allemaal, jongens. Kijk dan, hier heb je er weer een. Ja, dat kom je zo in de stad niet tegen. Dat is bijna onmogelijk. Kijk eens, en daar. Heel gaaf, jongens. Wow. Het kan zijn dat dit waarschijnlijk een van de laatste warme, schuine streep hete zomerdagen is van dit jaar, van 2019. En ja, dat we het dan gehad hebben, dat het dan heel langzamerhand naar de wintermaanden toe gaat. Oh jee, jongens, ik moet er niet aan denken. Winter. Poeh. Maar goed, het is nog ruim boven de 30 graden is het geweest. De thermometer op de dinges die gaf 44 graden aan, gewoon in de zon dan. Oh jongens, kijk eens het klaphek. Hebben jullie het gehoord, het geluid? Er kwam net iets overvliegen. Wow. Jongens, kijk eens even hier. Hier heb je zo'n plek. Het is ook echt bijna niet uit te houden, hè, vanwege de zon. Kijk eens dit hele gebied hier, helemaal tot achteraan. Al die beesten die zitten daar natuurlijk tussen voor beschutting te zoeken tegen de zon. Die kunnen zich overal verschuilen. Jongens, dit is op zich best wel een mooie plek om te lopen. Want dit, vanaf het vogelkijkscherm, daar heb je het vogelkijkscherm zitten. Als die informatie wil weggaan, daar. Vanaf daar, tot daarachter, zo de bocht om, tot aan de straat. Dat is 985 meter. Dus zeg maar bijna 1 kilometer. Dus dat is ook wel gaaf. We horen een soort van een vliegtuigje, alleen we zien hem niet, omdat hij precies aan de kant te vliegen waar de zon nu is. En ook hier, als je met de camera gaat staan, heb je waarschijnlijk kans dat je daar vogels kan filmen, die allemaal op die dingen zitten daar. Het is trouwens wel mooi dat ze dit afgezet hebben met prikkeldraad. Ja. Oh, ik weet niet of jullie hem voor de camera gezien hebben. Er kwam een vogel voorbij, maar die zijn allemaal zo supersnel, die krijg je nooit ingefocust. Je ziet het wel, dat ze gewoon hier op die palen gezeten hebben, zie je dat? En dat zal denk ik wel bijna bij elke paal zijn, ja. We gaan eens eventjes de test doen. Ja, echt op elke paal zit al shit. Gaaf, jongens. Ja, hier ook aan de zijkant. Kijk eens even daarachter. Ik weet niet of jullie het kunnen zien. Die dingen die daar staan. Daar zijn we langs gereden zo straks. Toen hebben we de auto daar neergezet. Toen zijn we zo hierheen gelopen. Was trouwens een mooie wandeling. Alleen ook maar net te doen als het ja, echt extreem veel zon is. Dan ben je ook echt blij dat je bij dat vogelkijkscherm uitkomt. Dat je gewoon een beetje nog beschutting kan krijgen. Ja, dat vogelkijkscherm is van dik metaal gemaakt. Ja, en als je dat aanraakt met je hand, ja, dan verbrand je gewoon je hand. Want de hele dag staat de zon daarop te bakken. En het heeft ook nog een donkerachtige kleur. Dus dat, ja, dat wil wel warm worden. Maar op zich een fantastische plek hier. En wat mij opvalt,
is dat deze plek ook al op tv is geweest. En ja, dan zou je zeggen, er komen hier honderden mensen naartoe. Maar dit is nou de tweede keer dat ik hier film. En dat ik hier ook echt urenlang zit. En ja, in principe kom je niks tegen. Ja, één vrouw die daar toen met de camera zat, die had een libelle gefilmd. En daar houdt het radicaal mee op. Dus normaal komt hier waarschijnlijk gewoon niemand. Ik denk dat dit nog zo nieuw is, dat niemand ook weet dat hier is. En het mooiste van alles is, deze paden staan nog niet in de GPS genoteerd. Zo nieuw zijn ze. Hier zat laatst een reiger. Die zat daar op dat stuk daar. Het kan ook zijn dat daar ook een soort van watertje langs loopt. Hier heb je wel water, kijk maar. En hier zo. Dus straks toen ik hierheen kwam, toen heb ik er wel eentje gezien. Maar die was zo schuw, die vloog weg. Toen ik hier bijvoorbeeld liep, toen zat hij daar achteraan. En toen was hij al weg. Ja, die beesten die zijn hier echt geen mensen gewend. Als het goed is gaan we vanavond ook nog heel eventjes daar filmen, wat dat is. En dan gaan we ook eventjes naar de YouTube verzamelplek nog even een video maken. Dat is ook veranderd, het is nou helemaal dicht geworden bovenaan. Dus dat is een ideale verzamelplek voor een meeting te houden een keer. Ja, en dit, zo ziet het er eigenlijk dit hele gebied uit. Het zijn ellenlachte lange rechten van padjes. Dus ja, zo heel breed zijn ze ook weer niet. En dat loopt helemaal tot de achteraan, tot aan die struiken, heb je van dit soort padjes. En dit gebied is meerdere malen zo groot als wat je hier tot het einde kan zien. Dan heb je nog het Waterrijk daarachter volgens mij. En dan loopt het ook nog helemaal door tot, waarschijnlijk tot aan die weg bij Lent ongeveer. Zo plus minus grofweg gezegd. Het is heel rustig, je hoort hier eigenlijk niks. Ook geen verkeer, geen auto's, geen lawaai van mensen, geen ghetto blasters, eigenlijk niks. Ook geen koeien hoor je hier een geluid maken. Het is gewoon een heel rustig natuurgebied. Ja, meer kan ik er eigenlijk niet over zeggen. Ik zal nog eens eventjes heel kort hier gaan kijken. Of we hier iets kunnen detecteren. Nee. Het is ook voor de reiger blijkbaar veel te heet nu. Om pal in de zon te gaan zitten. Oké, nou jongens. Gaan we hiermee de vlog weer denk ik gaan beëindigen. Voor de rest zou ik absoluut niet weten wat ik voor jullie nu moet gaan filmen. Nou, nogmaals, het zijn allemaal van dit soort lange rechte padjes. Van een soort schelpenzand wil ik niet zeggen, ik weet niet wat erop zit. Mini-stenen zijn het blijkbaar. Nou, en je ziet het aan de voetafdrukken die er staan. En aan de sporen van de fietsers. Ja, dat het gewoon eigenlijk nauwelijks tot niet gebruikt wordt. Zo straks liepen we iets verder terug, waren er allemaal kikkers in het water. En ook hier zie je van alle kanten wat wegschieten. Nou jongens, ik hoop dat jullie dit weer een leuke vlog vonden. Park Lingenzegen zijn we nu. Dan gaan we zo dadelijk nog eventjes kijken bij het Waterrijk, wat we daar kunnen vinden. En zo gaan we weer een aantal nieuwe vlogs maken voor mijn kanaal. Ik zou zeggen tot de volgende keer maar weer en doei!